Stringend. Hamer. Hamer. Het is nu uit. Feyenoord-fans. Mijn hemel. Jullie zullen niet geloven wat ik met jullie te delen heb. Het is zojuist bevestigd en het is gewoon ongelooflijk. Het is nieuws dat alle Feyenoord-Rotterdam-fans in vervoering zal brengen. Dus bereid je voor, want wat er nu gaat komen is adembenemend. Hou je vast aan je stoelen, want het nieuws is heet en belooft de harten van alle Feyenoord-liefhebbers te beroeren. Na veel speculatie en verwachting hebben we eindelijk de bevestiging waar we op hebben gewacht. Het is iets dat de koers van onze geliefde club zal veranderen en ons allemaal nog meer opwinding en trots zal brengen. Dus laten we meteen ter zake komen, want dit nieuws mag geen enkele fan missen. Voordat we verder gaan, raad ik je aan om te controleren of je al geabonneerd bent op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent van updates over Feyenoord. Feyenoord fans, we hebben 3 nieuwtjes voor jullie. Gaan we. Eerste nieuws. Brian Priske's presentatie later deze week. Feyenoord kondigde onlangs op de officiële kanalen de komst van de nieuwe trainer Brian Priske aan. Maar hij moet nog verschijnen in de media van de club. Daar komt vanaf woensdag 3 juli verandering in. Rotterdam zal de 47-jarige Deen, die voor ongeveer €1,5 miljoen overkwam van Sparta-Praag, officieel presenteren. Er zal ook een officiële persconferentie worden gegeven. Mogelijk wordt ook de rest van de coachingstaf aan de fans gepresenteerd. Momenteel bestaat dit team uit de 27-jarige Lucas Babalola Anderson, de 37-jarige Etienne Rijnen en de 61-jarige John de Wolf. En er is meer. Feyenoord heeft zich verzekerd van de komst van de 39-jarige Zweed Björn Hamburg, die de rechterhand van Priske wordt. Hamburg heeft naast Graham Potter gewerkt beachclubs ALS Oostersund, Swansea City, Brighton en Hove Albion en Chelsea. Hij is sinds medio 2023 weer thuis. Priske, Babalola Anderson en Hamburg worden later deze week gepresenteerd aan het legioen. Atletico Madrid geeft niet op en doet een bod van €25 miljoen op Hancko. Atletico Madrid klopt opnieuw aan met een verhoogd bod op David Hancko. Eerder werd een bod van €20 miljoen afgewezen, maar de Madrilenen geven niet snel op. De zaakwaarnemer van Hancko onthulde dat Atletico een eerste bod van €20 miljoen had gedaan, maar dat dit lang niet genoeg was voor Feyenoord. Nu ligt het verbeterde bod rond de €25 miljoen, maar onze club mikt op een bedrag in de buurt van €35 miljoen. Hancko wil in ieder geval graag naar Madrid. Eerder op de dag gaf de zaakwaarnemer van Hancko aan dat Atletico de enige club is die op dit moment kans maakt op de diensten van de middenvelder. Van alle geïnteresseerde clubs staat Atletico de Madrid bovenaan voor ons. De andere aanbiedingen zijn slechts peilingen. Op dit moment zijn er geen andere concrete clubs. David kijkt ernaar uit om samen te werken met coach Diego Simeone. Vergeet niet een like achter te laten. Dat was het. Blijf kijken voor meer nieuws en, zoals altijd, voorkeur Feyenoord.